Welkom bij de vrijdaguitzending van het OutTV Nieuws. Vandaag kijken we samen met jou terug op het OutTV Nieuws van de afgelopen week. Ja, en alle hoogtepunten komen nog een keertje voorbij. Maar Marleen, heb jij het ook al zo koud de laatste tijd? Die winter zit er zo goed in, hè? Ja, we hebben alle twee een lekkere dikke trui aangedaan. We zijn helemaal klaar voor de vrijdaguitzending. Ja, dat vind ik een heel goed plan. Heerlijk! Als eerste hebben we de redactie Spik voor je en die is deze week een beetje anders dan anders. Ja, normaal gesproken zie je iets wat deze week al het nieuws gepasseerd is, maar nu zie je wat nieuws. En wel de gay night van de ITVA. Marleen en Christina gingen een avondje films kijken in Pathé de Munt, Amsterdam, tijdens de allereerste gay night op de ITVA ooit. Daar spraken we onder andere Raul Neo Zambrano, een van de programmeurs van de ITVA, die we ook al eerder in de studio zagen. En ook Wilfred de Bruin, zelf slachtoffer geworden van homogeweld in Frankrijk, die komt ook voorbij. Vandaag wordt voor de 26e keer de ITVA gehouden, oftewel International Documentary Film Festival Amsterdam. Ja, en voor het eerst wordt er dit jaar ook een gay night gehouden en er worden twee films gedraaid, de documentaire Facing Fear en Matt Shepard is a Friend of Mine. What was tied to this fence about a mile outside of Laramie was not a trick, it was real. The battered body of Matthew Shepard, beaten almost to death, barely alive. Matthew's mother said, please tell everybody who's listening to go home, give your kids a hug, and don't let a day go by without telling them that you love them. They're very grateful that when they last saw Matthew, his last words to them were, I love you. Wilfred de Bruin, als eerste voor de kijkers die het niet weten, waarom ben jij hier? Ik denk dat ze mij gevraagd hebben omdat ik natuurlijk het afgelopen jaar heel veel in het nieuws ben geweest. In het voorjaar, in april, liepen mijn vriendje en ik op straat in Parijs, waar ik woon. Zijn daar heftig in elkaar geslagen. Dat was heel naar. En daarna hebben wij die foto op internet geplaatst. En dat is een heel leven gaan leiden. Heel veel pers, heel veel aandacht voor homohaat, geweld. En ik denk dat de ITVA heeft gedacht, hey, een avond over homogeweld, Matthew Shepard. Dan willen we misschien eigenlijk wel Wilfred erbij hebben die zoiets naars heeft meegemaakt dit jaar. En waarom vind jij het zelf belangrijk om hier te zijn? Als je nadenkt hoe het nu staat in de wereld, in Europa, in Amerika, maar ook veel andere landen, is het leven nog steeds vaak heel moeilijk voor heel veel homo's en lesbo's. En ik denk dat er maar één manier is om daar tegen te strijden, dat is het te laten zien aan mensen die zich dat misschien niet altijd realiseren, dat die discriminatie er is. En door te laten zien, hopelijk dingen beter te maken. Raoul, beide films gaan over homo-geweld. Waren er geen leukere homo-films te vinden? Er waren ook een ander aantal films, maar die vonden toch heel bijzonder dat die twee op dit moment kwamen. En ik vond ook contrast met die twee verhalen, één die meer dan 10 jaar geleden gebeurde en ook één meer actuele. Zo ik denk, dit was de goede moment om die twee te koppelen eigenlijk. I kicked him in the forehead and he was out. In those last moments of looking up and watching these 14 guys with razor blades glued to the front of their boots, high-fiving each other, and they were congratulating each other. They believed with everything that was within them that they had accomplished the goal of killing that kid in the alley who had never spoken to them, had never said anything to them. The words and what I saw were far more painful throughout my life than the boots and the blades. Okay, so I'm very curious, how did you actually come into contact with your attacker 25 years later after the actual attack? I was working at the Museum of Tolerance, which is also where he worked. We didn't know that the other one was the perpetrator and the victim for several months until we were having coffee one day discussing something that we needed to do at the museum. Station, it turns out that we quickly turned to our childhoods and realized that he was the attacker in the alley that night. Emotions were mixed. I was angry. I was confused. I was questioning, is this possible? Why is he here? Why is this back?
A lot of people ask, how can you reconcile, which is what's so great about the film and the way that the director Jason Cohen told the story, is that the attack is sensational enough, but the story of forgiveness is far more powerful. So the film sort of will focus on how I was able to achieve that journey of forgiving this attacker, and then later on becoming friends with him to end up going around the world doing work on tolerance, compassion, forgiveness and understanding. Nou, ik heb eigenlijk veel over deze documentaire gehoord. Ja. Nou, welkom zien ook. Ja, ik ook. We gaan naar binnen. Nou, ik vond Facing Fear echt een prachtig documentaire. En ik weet zeker dat Matthew Boger gewoon heel veel mensen heeft geholpen hiermee. Ja, ik vond het echt ontzettend goed dat hij zijn verhaal in ieder geval met heel veel mensen gedeeld heeft. Ja, ik vond het een succesvolle ITVA Gay Night. Is super succesvol. Meer lesbische content? Ja, dan gaan we voor een lesbische film. Volgend jaar. Volgend jaar. Ja, en ook deze week hebben we weer een Beauty en een Beast uitgekozen. Ja, en de Beauty en de Beast zijn deze week naast elkaar te zien in één videoclip, namelijk James Franco als de Beauty en Kanye West als de Beast. Wereldwijd hebben we een kijkje gekregen in de relatie van Beast Kanye West en zijn vriendin Kim Kardashian. In de nieuwe clip Bound 2 kan je Kims blote borsten bewonderen en een ongemakkelijke naakte motorrit meemaken. Ja, en dat is nogal, ik zou zeggen, intens. Maar gelukkig hebben acteurs James Franco en Seth Rogen gezorgd voor een onvergetelijke spoof Bound 3. Waar wij iets enthousiaster over zijn en dat maakt James toch wel de beauty van deze week. Kijk mee naar een filmpje waarin je beide clips naast elkaar kunt zien. Spunk on a mink. I mean, damn, what would Jerome, Romy, Romy, Rome think? En dan hebben we natuurlijk niet te vergeten de bloopers. Ja, en dat blijft iedere week toch weer leuk om naar te kijken. Kijk even mee naar wat niet is uitgezonden, maar wat wel superleuk is. De Britse zanger Elton John gaat trouwen met zijn partner Furnish. Sorry. Ja, Christina en ik die gaan nu in de roltrap op en we gaan onze tekst opzeggen. En als het niet in één keer goed gaat, dan moeten we weer helemaal naar beneden lopen. Ja, en voor het eerst in de geschiedenis is er ook een hele kut. Nee. In het kader van films in het echte leven hebben we de film Spartacus voor je. Een man bestelt een kopje koffie. Een uit je BH. Zo'n snoepje, dat is toch briljant. Kom, kom, kom. Stap snel, je moet rennen. Kijk het licht. Om muzikaal het weekend in te gaan, kiezen we iedere week een leuk nummertje om de week mee af te sluiten. En deze week is dat een bijzondere samenwerking tussen een donkere kale man en een blanke blonde dame. Nou ja, het gaat niet over ons, maar wel over R. Kelly en Lady Gaga. Met hun duet Do What You Want With My Body zorgen ze ervoor dat het dak eraf ging tijdens de American Music Awards. In een Oval Office-achtige setting speelden ze Robert F. Kennedy en Marilyn Monroe na. Ja, kijk maar even mee. Do what you want with my body. Nou, maar alleen dat waren wij toch gewoon bij de American Music Awards? Ja, nou, we leken er inderdaad wel op. Nou ja, met deze clip zijn we aan het einde gekomen van deze vrijdaguitzending van het OutTV Nieuws. Nou, lieve OutTV-kijkers, bedankt voor het kijken en een heel fijn weekend. Tot maandag.